Wevermaar. Welkom bij een nieuwe Pauw en Witteman. Hallo dames en heren. Vanavond bij ons aan tafel Martin Velten van BonenNu. Ja, Martin Velten, voormalig CDA-lid, heeft in half 2010 besloten om zich daar vanaf te splitsen en dus zijn eigen partij op te richten. Martin, vertelt u nou eens. Hoe komt het nou dat u ingaat op een verzoek van twee middelbare scholieren, anderhalf uur voor vertrektijd, dat u toch nog met ons meegaat naar de studio van Amsterdam? Omdat ik het heel belangrijk vind dat juist die scholieren leren inzien dat politiek heel belangrijk is. Dus ik kon slechts weigeren. Ik had het ook niet gedaan, want scholieren uit Bonn weiger ik nooit wat. Maar het is heel belangrijk dat je als min of meer ervaren politicus, gemeentelijk politicus, is wat anders dan landelijk politicus, dat je toch wat uit kunt dragen, waardoor wellicht jullie jeugdklasse zegt van, hey, het is toch niet zo saai als dat we dachten. Nee. En het is toch belangrijk voor een gemeente in dit geval. Ja. Nou, daar willen we sowieso heel erg om bedanken, want we vinden het hartstikke leuk dat u hier bent. Maar had u hier eigenlijk wel tijd voor, zo vlak voor de verkiezingen op vrijdagavond? Nou, vrijdagavond is eigenlijk meestal de avond dat mevrouw zegt, dan ben je gewoon thuis. En met verkiezingstijd is dat, of buiten verkiezingstijd is dat ook de zaterdagavond en de zondagavond. Maar goed, morgen moet ik weer flyeren voor de verkiezingen over 2 weken. Maar ik mocht iemand meenemen, dus ik heb mevrouw meegenomen, dus dan zijn we er toch samen nog uit. Ja. Wat maakt het nu dat u in 2010 dacht van, goh, ik richt een partij op, BonenNu? Ja, want ik was fractievoorzitter geweest van het CDA, 12 jaar op dat moment. Want ik zit momenteel 16 jaar in de gemeenteraad. Alleen toen werd er een coalitie samengesteld. Dus een meerderheid binnen de raad is dat. En dat was inderdaad gemeentebelangen, waarvan gezegd werd dat die steeds populairder werd. En daarnaast het CDA, maar er werden ook mensen naar voren geschoven, ja, waar ik absoluut weinig vertrouwen in had, wat betreft de daadkracht. Gemeentelijke programma's, dat heeft u net ook gehoord, die wijken niet veel van elkaar af. We hebben allemaal het beste met de gemeente voor. Maar waar het op aankomt is daadkracht. Welke signalen kun je afgeven en durf je af te geven richting de provincie en eventueel richting het Rijk als je bepaalde dingen niet ziet? En daar vond u dus het CDA niet krachtig genoeg in? Nee, die was er niet krachtig genoeg in. En dat is ook een beetje dat ik samen met iemand van de PvdA heb gezegd van, we beginnen een andere partij. Omdat we maar één plaatselijke partij hadden, gemeentebelangen. Mm-hmm. En je ziet toch een verschuiving van mensen. Dat is een soort frustratie vaak van mensen in de landelijke politiek. Dat ze gemeentelijk zeggen, wat we ook doen, we stemmen op een gemeentelijke partij. Alleen als zo'n gemeentelijke partij geen concurrentie heeft, dus niet scherp gehouden meer wordt. Mm-hmm. Want toch elke keer weer stijgt en populairder wordt, ja, dan kan er iets misgaan. Dan kan binnen zo'n partij ook een bepaalde verslapping optreden. En waarom denkt u dat u deze daadkracht beter kan hebben dan uw vorige partij? De vorige partij die verviel eigenlijk weer in een stramien waar ze lange tijd ingezeten hadden. De tijd dat ze in de oppositie zaten, dat was ook precies de tijd dat ik dus de fractievoorzitter was. Omdat de fractievoorzitter die er toen de tijd in zat, die kon geen oppositie voeren. Nou, dat lag mij wel en ik vond het ook heel goed voor een partij en ook voor de gemeenteraad. Maar je zag op het moment dat het plus weer lonkte, dat men toch weer verviel in een beleid wat ik toch een verslapping vond. Ja. En is er nog een specifieke reden waarom u nu voor lokale politiek heeft gekozen en niet voor landelijke politiek? Nou, ik heb geen ambitie om in de landelijke politiek te gaan. Ik ben gepokt en gemazeld in de gemeentelijke politiek. Ook omdat ik wat voor de gemeente wil betekenen, voor de mensen wil betekenen. Dus vandaar dat ik dus in de lokale politiek verder ga. En waarom heeft u ervoor gekozen om met iemand van de PvdA, samen te werken? Nou, dat was iemand die eigenlijk, toen ik oppositie was, zat de PvdA in de coalitie. Maar met hem kon ik toch afspraken maken in het belang van Bonn. En dat was ook iemand die ook eens een keer met de vuist op tafel durft te slaan. En niet altijd maar vriendelijk knikt naar hogere bestuurders. Oké, voordat we verder gaan met dit interview, gaan we nu even naar de ZAP-service. Oscar Pistorius, as you've never seen him before. Screams of delight. It's a lot softer than brain, but... И одновременно хочу обратиться ко всему народу Украины. Первое.
Wordt Pasens moddergat het Loppersum van Friesland? Mensen die gaan er niet vanuit dat ze genaaid worden door de overheid. En die jongens van de naam die zullen het doorgeleerd hebben. Dus wat zullen wij dan als simpele boeren daar de bek voor open trekken? A pygmy chameleon, the world's tiniest reptile, tiptoes through the leaf litter on the steep volcanic slopes. She's so tiny, she's scarcely bigger than an ant. Vandaag kwamen wij in Roermond een oude bekende tegen bij de Partij voor Leefbaarheid en Democratie, Cor Bosman. Can't touch this. Can't touch this. Nou is de bedoeling dat je zo'n stok natuurlijk niet daar neerzet, want dan kom je nooit over het dode punt heen. Pak je hem zo en je gaat zo eroverheen. Nu is het de beurt aan Herman. Oh jee. Welkom terug bij het interview met Martin Velten. We willen u graag vragen, wat maken lokale partijen het verschil in vergelijking met landelijke partijen? Ik bedoel, plaatselijke partijen van het CDA die doen het toch ook goed in principe voor plaatsen die ja. Klein zijn? Ik was ook lange tijd van mening dat dat de ideale combinatie was. En eigenlijk is die dat ook. Hè? Een plaatselijke partij met bindingen richting provincie en het Rijk. Maar dan moeten daar wel mensen in zitten die ook hun stad of hun dorp willen durven te vertegenwoordigen. En ook eens een keer tegen hun bestuurders durven te zeggen in de provincie en in het Rijk van ja, maar wat jullie nou doen, dat is niet goed voor ons. Of we wachten al zo lang op een keer een subsidie daar en daarvoor. Nou moet het eens een keer komen. Nou, en dat zie je dat het steeds minder wordt. Heeft er misschien ook mee te maken dat er steeds meer mensen, ik wil niet zeggen dat dat kritiek is op de mensen die erin zitten in die gemeenteraden en in de politiek, maar je krijgt wel steeds minder vrijwilligers die dat willen doen. Dus ja, dan heb je vaak ook minder kwaliteit. Ja. Maar het zijn plaatselijke partijen zijn over het algemeen toch nog redelijk klein. Merkt u dan niet dat u alsnog moet samenwerken en met welke partijen doet u dat dan? Omstrijdt u dan uw vorige partij CDA of nee. Hoe moet ik dit zien? Nee, natuurlijk zit je dan als in dit geval Borne nu zit je in de oppositie. Nou, de oppositie die werkt samen met een coalitie, hè, de meerderheid in de gemeenteraad. Maar die probeert ook de coalitie scherp te houden. Dus dat verschilt nog wel eens. Nou, wat jammer is in Borne, wat je dan steeds ziet als je een hele grote coalitie hebt, dus die een ruime meerderheid hebben, dat je daar eigenlijk nooit, die bespreken de dingen van tevoren en overleggen pas in een later stadium. Grappig is wel, richting de verkiezingen zie je toch dat er meer samengewerkt gaat worden met ook oppositiepartijen. En in dit geval ook tussen bijvoorbeeld gemeentebelangen en Borne nu. Omdat men ook denkt van ja, je weet nooit wat de verkiezingsuitslag gaat worden natuurlijk. Ja. En wat me trouwens ook nog wel heel zwaar lijkt als gemeente zijnde, er is natuurlijk sprake van decentralisering, steeds meer lasten op de gemeente. Hoe ziet u dit en samen met uw partij? Ja, ze noemen dat het sociaal domein wat op de gemeentes afkomt. En op zich ben ik daar niet zo bang voor. Dat doe je als gemeente niet alleen. In Borne, die heeft samen met de 14 Twentse gemeenten, hebben ze een gemeenschappelijke regeling. Dat is een soort samenwerkingsverband. Daar zit een bestuur in, wat wordt gevormd door wethouders. En die huren dan de mensen in die eventueel de klus moeten klaren. Waar het gevaar hem wel in zit is, we krijgen minder geld vanuit het Rijk. Maar anderzijds zegt het Rijk wel, maar je moet van diezelfde diensten gebruik maken waar wij voorheen ook gebruik van maakten. Ja, dan wordt het weer een dure business. Want het is nou juist de bedoeling dat niet allerlei instanties het werk over gaan doen, maar dat het gebundeld wordt. En dat dus iemand de juiste zorg krijgt en dat niet telkens een ander het weer over gaat doen. Ja. Dus dat moet wel geregeld worden. En vervolgens moet je zien als gemeenteraden dat je een goede vinger houdt bij die gemeenschappelijke regeling, bij die wethouders die daar de boel regelen. Want anders krijg je alleen maar voorgekookte voorstellen. En dat moet je ook niet willen als volksvertegenwoordigers. Ja. En hoe ziet u zich voor zich? Hoe brengt u daar uw eigen inspraak bij? Nou, dat kun je bijvoorbeeld doordat wij hebben volgende week gaan wij daar een
een notitie, daar wordt het een en ander in vastgelegd, zeg maar, hoe die gemeenschappelijke regeling eruit gaat zien. Nou, daar staat bijvoorbeeld niet in dat, kijk, in feite krijgen de mensen die daarin zitten, die krijgen eigenlijk carte blanche en die komen met kant-en-klare voorstellen en dan kun je als gemeenteraad alleen maar zeggen ja, nou ja, en eigenlijk haast niet meer nee. Dus je moet zorgen dat daar een zienswijzeprocedure in ingepast wordt. En dan proberen wij ook met een amendement om dat erin te krijgen. Zodat men bij nieuwe voorstellen eerst aan de raad moet vragen, bent u het daarmee eens? Oké. Nou, we willen u sowieso heel erg bedanken. En dan vroegen wij ons af, u doet dus voor de eerste keer mee. Hoeveel zetels verwacht u eigenlijk te krijgen? Of hoeveel hoopt u? Nou, we hebben nu natuurlijk 2 gestolen zetels. Mm-hmm. 1 van het CDA en 1 van het PvdA. Dus we hopen in ieder geval dat we die zetels ook echt van de burgers krijgen. Oké. Nou, we willen u bedanken voor het interview. En bedankt voor het kijken en tot de volgende Pauw en Witteman. Ja.